Adriano. Ja, daar is het startschot van René van der Meulen. En natuurlijk ook namens Wijze Zee voor Kids. Veel spas. Houten hier aan Wijze Zee. Niet te geloven dat 100 mensen kunnen gewoon van Nederland naar Wijze Zee gewoon komen. Gewoon maandenlang, wekenlang gewoon getraind. En hier komen om te schaatsen, gewoon zo'n uitdaging. En ja, ik vind dat gewoon uniek gewoon. Ik vind dat uniek. Goh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Ik doe echt een diepe buiging voor je, want ik vind het echt heel knap wat je gedaan hebt. Ik vind het gewoon heel erg knap dat je gewoon die uitdaging aangaat. En dat je dus, je moet je echt over een aantal grenzen heen zetten. Dat zie je hier wel als je het ijs ziet. En dan allemaal ook voor die ouders in het Ronald McDonald's huis. Ja, daar moet je maar niet te lang op doorgaan. Want dan, vind ik wel heel mooi. Team De Kraantjes. Ze bestaan uit vader Jan en dochter Remy Kraan. Ja, en het is misschien een beetje oneerbiedig, De Kraantjes. Maar bij mij is het altijd De Kraan, daar moet wat uitkomen. Maar ik begreep dat bij jullie er ook wat uitkomt. En hele mooie dingen. Want zij gaan een alternatieve Elfstedentocht rijden. Of schaatsen, moet ik eerlijk zeggen. Hè, op de Weissensee. En de vraag is dan altijd, ja, wat leidt jullie ertoe om dat te gaan doen? Wij gaan schaatsen voor het goede doel. Voor het Ronald McDonald's huis en het Orange Babies. Wij schaatsen voornamelijk voor het Ronald McDonald's huis, omdat wij het te maken hebben met vrienden van ons. En daar het zoontje is ziek. En hun maken veel gebruik van het Ronald McDonald's huis. En zodoende. Dus eigenlijk een mooi doel. Maar dan moet je ook van schaatsen houden. Ik wist niet, Jan Kraan, dat jij van schaatsen hield. Ja, van jongs af aan al. Ik vind schaatsen erg leuk. En door deze stichting hebben we het fanatiek opgepakt. En ik heb mijn dochter ook zover gekregen dat ze mee is gegaan. Vorig jaar is ze voor de eerste keer mee geweest. En ze is aangestoken door dat virus. En nu schaatsen we voor het goede doel. En dat geeft een andere dimensie. Dat geeft echt veel meer energie om door te zetten. Want op de dag zelf, wie je ook bent, iedereen die daar schaats, gaat een keer dood. En die zegt een keer tegen zichzelf van waarom doe ik dit? En dan denk je weer aan die doelen. En dan denk ik aan Jorian in dit geval. Ja, en dan ga je door. En natuurlijk aan mijn maatje Jan. Want Jan van de Vecht kan er niet bij zijn. Maar dat is toch wel waar je het voor doet. En dan kun je de pijntjes iets beter verdragen. En af en toe pink je een traantje weg als je over die finish komt. Maar dan ben je wel apentrots als je het gehaald hebt. En als je genoeg geld hebt opgehaald voor de goede doelen. Ja, want dat is natuurlijk de achtergrond. Maar het is nog wel bijzonder dat vader en dochter dat doen. Hoe is het om met je vader te gaan schaatsen? Leuk. Gezellig vooral. Allebei ons eigen tempo, maar dat maakt niet uit. Hoe lang trainen jullie van tevoren? Ongeveer een half jaar. En doe je dat nu hier in de buurt? Ja, voornamelijk in Dronten. En vanaf 1 december op de ijsbaan in Bittinghuizen, Flevo on Ice. We hebben ook een clinic gehad met de stichting in Tijalf. Samen met Ingmar Berga, dat is onze ambassadeur, een professionele marathonschaatser. Hele normale jongen die ons ontzettend veel tips heeft gegeven, maar ons ook echt motiveert. Hij is er zelf ook bij met zijn eigen schaatsploeg en hij staat ons aan te moedigen. En op het moment dat hij een wedstrijd schaatst en wij zijn daar, dan mogen wij hem aanmoedigen. Maar ik begrijp dat jullie ook iets georganiseerd hebben om geld op te halen? Ja. Meerdere dingen zelfs. De worstenverkoop, dat ging heel goed. En we hebben een klaverjasavond georganiseerd. Dat liep ook veel beter dan we hadden verwacht. En we hebben een kerstworkshop georganiseerd. Hier 3 avonden bij ons in de tuin konden vrouwen een mooie kersttoef maken. Ik begrijp dat waarschijnlijk wanneer je geld ophaalt, dat je dan een doel stelt tot een bepaald bedrag. Ja, dus voor ons als team moest dat €2000 zijn. En ik kan vertellen dat we daar inmiddels over één zijn. En dat we op gaan naar de €3000. En daar zijn we ontzettend blij mee. Maar
vanaf deze plek wil ik ook vast de sponsors alvast hartstikke bedanken. Maar er kan altijd meer bij. Ja. Dat hoort ook zo, hè. En zeker voor deze doel van Orange Babies en het Ronald McDonald Huis. Juist voor de mensen die graag bij een ziek kind zijn en daar kunnen overnachten. Wanneer starten jullie? Wij zelf gaan er al om 19 januari gaan we erheen. En de tocht wordt gehouden op vrijdag 24 januari. En de vraag is natuurlijk van, gaan er ook mensen mee om jullie aan te moedigen? Ja, mijn vrouw gaat mee en de vriend van Remy gaat mee, Vincent. En die hebben we hard nodig, want alleen kun je het niet. Zeker niet op die momenten dat je erdoor zit. Alleen het leuke van deze stichting is dat het is net één grote familie. Of je nou een topsporter bent, want die hebben we er ook bij zitten. Of je rijdt wat langzamer. Iedereen moedigt elkaar aan. En ja, dat maakt het ook tot één groot feest. Wij kunnen jullie alleen maar heel veel succes toewensen. En ja, we gaan jullie volgen. Succes!